13 jaar geleden, ik loop in mijn keuken, ik kijk een keer door mijn raam en ik zie daar mijn ex-vriend lopen met zo'n grote bos bloemen richting mijn voordeur. Ik zeg, godverdikke, het is niet waar. Hè. En in een reflex spring ik, hup, de grond op. Op mijn vloer en ik rol eigenlijk zo tot tegen de chambrang van mijn keuken. En ik blijf daar heel stilletjes liggen. Want het was heel duidelijk, hè? Nu was ik weer de vrouw van zijn leven. Maar de week daarvoor wist hem het precies niet zo goed. De week daarvoor was ik de vrouw van zijn leven, de week daarvoor wist hij me... Ik wou die niet zien. En ik wist... Als hij ging aanbellen en daar kwam geen gehoor, ja, dan ging hij alzo komen doen, hè, aan het raam. Dus daar lag ik dan, de zelfstandige vrouw, op de grond, in mijn beige peignoir d'ailleurs. Ik lag daar, na te denken, godver, deze is er nu toch precies wat over. En in mijn overpeinzingen hoor ik de telefoon rinkelen. Ik krabbel recht. Ik kijk eerst even of de mansmens in kwestie al de nof af was. Dat was gelukkig zo. Ik neem de telefoon aan en het is mijn papa. Ah, dag Elke. In verband met het kerstfeest voorzie ik 1 stoel aan tafel dit jaar of 2 stoelen. En breng je dan terug die jongen van vorig jaar mee of weer een nieuwe? Oké. Nu, de buren hadden er mij ook al eens vriendelijk attent op gemaakt. Zeg, het is niet dat we ons willen moeien, hè. Maar ja, we zien ook wel, hè, dat er hier geen constante zit in uw liefdesleven. Wij vinden dat niet erg, maar de andere buren gaan beginnen klappen, hè. Waar moeien die zich mee? En een vriendin, die had tegen mij ook al eens gezegd. Elke, je moet de liefde een keer beginnen serieus nemen. Hè? En een beetje meer zelfrespect tonen. Hè? En een keer doorzetten nu. Hè? Doorzetten? Als ik weet dat dan ergens gaat op uitdraaien? En ik respecteer mijzelf enorm. En ik neem de liefde heel serieus. Maar bon, blijkbaar heb ik een probleem. Probleem, oplossing. Wat kan ik eens doen? Ja, ik ga bij de dokter. En ik zit daar bij de dokter en ik zeg, ja, meneer dokter, zeg, er is iets mis met mij. Je gaat mij een pilletje moeten geven of therapie voorschrijven of iets, want ik mis een gen. Of ja, de relatiegedoe-dingsken, dat werkt niet bij mij. Ja, zegt die dokter, ik schrijf ik u justekens niks voor. Stop jij eerst eens met je met losers bezig te houden. Zoekt u een keer een goeie jongen. Maar ja, als je het niet probeert, dan weet het niet, hè, dat het een loser is. En als je het niet probeert, ja, dan laat je misschien de liefde van je leven lopen. Ah ja. Allee, ik had nog geen oplossing. Oké, wat gaan we nu eens proberen? Ja. Een van mijn betere ideeën, volgens een aantal vriendinnen van mij. Ik word lesbisch. Nou. Dat werkt dus zo niet, hè. Spijtig. Er zijn nog een aantal wilde pogingen gebeurd. Nooit echt een oplossing. En op een dag, ik kijk in een boekje en ik zie daar staan de jongerentelefoon, een nummer daarbij. Ik dacht, oeh, jongeren, ik voel mij aangesproken. Ik bel daar eens naar. En die vriendelijke dame aan mijn telefoon, ik doe daar mijn verhaal aan. Ik zeg, ja, ja, zegt die mevrouw. Jij hebt eigenlijk geen oplossing nodig. Jij weet wat jij wilt. Jij weet wat je moet doen. Jij weet waar je mee bezig bent. Misschien toch een oplossing. Tijd voor zelfreflectie.
Oké. Waarom vindt iedereen dat ik een probleem heb, terwijl ik vind dat ik goed bezig ben? En ja, ik dacht nog eens dieper na. En ik moest wel bemerken dat verandering, dat wel eigenlijk een constante in mijn leven was. Niet alleen op amoureus vlak, maar ook bijvoorbeeld qua hobby's of in mijn carrière. Toen ik nog studeerde, had ik per ongeluk mijn eigen zaak opgericht. Ik huurde zo overal zaaltjes en ik gaf daar danslessen en aerobieklessen. En ja, toen was ik afgestudeerd en mijn boekhouder zei elke jaar, als je die lessen wilt blijven geven, hè, je kunt dat doen in bijberoep, maar je hebt dan wel een hoofdberoep nodig. En ik had gestudeerd voor het onderwijs. Ik wist wel zo al een beetje dat dat niet echt mijn ding was. Maar ik zeg, ja, ik heb het nog nooit in het echt geprobeerd. Dus ik vond dat een goed idee. Ja. Ik zoek mijn job in het onderwijs en dat is dan mijn hoofdberoep en ik blijf mijn lessen geven. Een aantal BTW-aangiftes later, mijn boekhouder terug. Zeg Elke, je begint meer te verdienen in je bijberoep dan je hoofdberoep en dat mag eigenlijk niet. Ja, je gaat een keuze moeten maken. Als je lessen wilt blijven geven s'avonds, dan ga je moeten in hoofdberoep zelfstandig worden. En ik zag dat helemaal zitten. Ik vond dat een goed idee. Dat was de juiste keuze. Vond ik. Maar mijn entourage, die hadden daar precies al zo wat meer moeite mee. Oei, Elke. En je hebt nog wel gestudeerd voor het onderwijs. En nu ga je dat niet meer doen. En als zo'n goede job. Ah, en als je kinderen hebt later, veel congé. En nu ga je dat allemaal opzeggen om daar s'avonds wat te gaan springen als aerobiekjuffrouwke. Enfin, ik zag het probleem niet, dus ik deed mijn goesting. En ja, de verschillende zaaltjes werd één gebouw. Ik zocht een partner en lesgeefsters. En ik was uiteindelijk zaakvoerster van een dans- en conditiecentrum. En mijn entourage, ja, allee, daar konden ze wel mee leven. Ah, oké. Okay. Dat werd begrepen. Maar ik had nog geen goesting om daar te stoppen. Ik wou nog van alles ondernemen en van alles leren, van alles doen, van alles ervaren. En ja, zo geschiedde. In de loop der jaren heb ik een pizzeria opgericht, een themacafé, een fitnesscentrum. Ik heb evenementen georganiseerd. Ik deed mee met het aerobiek kampioenschap, het Belgisch aerobiek kampioenschap. Wereldvrede is enorm belangrijk voor mij, dus ik deed mee aan een misverkiezing. Ik vond dat plezant. Ik kwam een keer in de Gazette en een keer op tv. Allee, dat was echt plezant. Ja. Ik weet niet of jullie dat al ervaren hebben. Zo, als je op een feestje bent of zo een evenement, gelijk hier, en je knoopt een gesprek aan met mensen die je niet kent, je leert nieuwe mensen kennen. De eerste vraag wat je zo te horen krijgt. Ik weet niet dat er... Voilà. En wat doe jij in het leven? Ik haatte die vraag, want ik kon nooit zeggen ja, wat ik deed. Zo, ik probeerde dat altijd wel, maar dan keken de mensen zo wat raar. En... Allee, ik was dat beu. En om duur, als de vraag kwam, zei ik gewoon, kijk, ik zit in de vrouwvriendelijke porno. En wat doet u? Echt, hè? Ik deed dat echt. Enfin, de vraag was rap van de baan, maar dan kwam onvermijdelijk vraag nummer 2. Ah, en zijn jullie getrouwd en hebben kindjes? Nu, als er 2 dingen zijn in mijn leven die ik wist, die ik zeker wist, dan was dat. Ik wou trouwen met een toffe persoon, hè? Ja, liefst. En ik wou geen kinderen. Ondertussen was mijn jarenlang proefondervindelijk marktonderzoek naar de ideale man, allee, dat begon wat vorm te krijgen. Ik had een goed beeld van wat dat de ideale man voor mij zou moeten zijn. En ik kwam hem tegen.
En we zijn getrouwd. Maar moest ik mij toen laten leiden hebben door mijn principes? Of ik zou geluisterd hebben naar de welgemeende waarschuwingen van omstaanders, dan waren we nooit getrouwd geweest. Want hij had 2 kinderen. Nu, ondertussen was mijn tweede dans- en conditiecentrum een feit. Ik werkte als freelancer in sales. Ik had een nieuwe hobby. Ik deed avondschool Russisch. En mijn nieuwe sport was paaldans. Ja. Heel plezant allemaal, maar begon toch wel een beetje binnen te sijpelen. Van, oh, Elke, jij bent toch nu echt wel een beetje een rare. Jij doet alles averecht, hè, wat er zo maatschappelijk verwacht wordt. Ja, misschien moet het toch een beetje standvastiger worden. Hè. Ik had nu een gezin met 2 kinderen. Een beetje serieuzer. Het is wel waar. Ik ben al heel lang zelfstandig. Ik kan niet meer op de dop vallen. Laat staan dat ik een pensioen ga hebben. Ja, speeltijd is voorbij. Ik ga in loondienst werken. Ladies and gentlemen, there are 8 exits on this plane, clearly marked by the word exits. You can find 2 in the front, 4 overwing exits and 2 at the rear. Excuse me, miss, we're about to take off. Please switch off your cell phone. And sir, are you aware you're sitting next to an emergency exit? Ik was zo'n goede stewardess. En dat waren 6 toffe maanden. Maar ik was al 20 jaar zelfstandig ondernemer. En plotseling moest ik meedraaien in een grote structuur. Ik was 1 van 1300 cabin crew members. En die stap was gewoon even veel te groot. Dus allez, ja, veranderen. Ik zoek iets anders. Maar nu wou ik geen fouten meer maken. Ik wou zo echt, nu wou ik toch echt eens de juiste keuze maken. Geen mensen in me teleurstellen of zo. Hè. Dus nadenken. En uiteindelijk heb ik het gevonden. Zij benieuwd, hè? Ik werd immobiliemakelaar. En bij dat beroep kan ik eigenlijk alle vinkjes aanvinken. Zo. Ik kon redelijk zelfstandig werken. Ik verdien goed mijn boterham. Ik ben er eigenlijk wel goed in. Maar vooral, ik kan zeggen wat ik doe in een gesprek. Ah, wat doe jij? Ah, ik ben immobiliemakelaar. Ah, ik zit in het onderwijs. Ah, nee, zo, weet je? Ja. Ik was content. Iedereen was content. En ik was maatschappelijk aanvaard. Nu, waarom heb ik eigenlijk mijn verhaal aan jullie verteld? Omdat ik ervaren heb dat mensen of de maatschappij toch wel heel snel altijd een oordeel klaar heeft. En ja, mensen hebben het moeilijk met verandering. Of met mensen die een keer een andere weg inslaan, die afwijkt van het te bewandelen pad, van het uitgestippelde pad. En ik wil u aantonen dat voor mij, wat dat voor iemand anders een absolute no-go is, dat dat voor mij absoluut wel werkt. Bijvoorbeeld, durf van koers veranderen. Want veranderen is daarom niet opgeven of falen. Veranderen, dat is leren en ervaring opdoen. Er is niet maar één weg in het leven. Hè. Zelfs uw GPS geeft u altijd 3 alternatieve routes. Waarom zouden dat dan voor uw leven een keer niet proberen? En als je toch zou afvragen, goh, wat is nu eigenlijk de juiste keuze? Ah, wel, het is simpel. Een keuze is juist als het jouw keuze is.
Want, allee, wat daarvan is dat je een leven gaat leiden dat niet, ja, dat door iemand anders is uitgestippeld. Dat komt niet goed, hè. Je kunt wel eens luisteren. Hè? Je kunt wel eens luisteren wat mensen te zeggen hebben. Maar let toch op dat je niet met angst of schuldgevoelens of twijfel achterblijft, waardoor dat je je eigen ideeën zo wat onder de mat gaat vegen. Hè? Als ik iets geleerd heb uit het vliegwezen, dan is het als de zuurstofmaskers vallen, voorziet eerst jezelf van zuurstof. Belangrijke levensles. En dan, als laatste wat ik je zou willen meegeven, hè, als je dan uiteindelijk je keuze gemaakt hebt, smijt u. Hè? Smijt u gewoon. Want als je het niet probeert, dan ga je altijd denken, wat als? En als je het wel probeert, ja, je gaat het misschien niet altijd tof vinden. Hè? Je gaat de deur een keer tegen je neus krijgen, of een paar keer. Of je gaat een keer op je keukenvloer eindigen. Ja? Maar op zijn minst ga je het wel weten. Hè? Je gaat het weten. Vraag je gewoon af, wat is het ergste dat er zou kunnen gebeuren? Misschien dat jij hier volgend jaar staat? Hm? Maar nu ga ik jullie laten, want ik ga dringend een nieuwe job zoeken. Sinds 2 weken ben ik makelaar af. Ik zie jullie op de receptie.